verkeer en het doorgaand verkeer zal om Tongeren geleid worden in plaats van erdoor. Er wordt hiervoor gestart met de aanleg van verschillende omleidingswegen. Zo komt er in een tweede fase plaats vrij om de wallen rond het stadscentrum te herinrichten. Focus ligt daar op de fiets en het groen. Dat is vandaag bekendgemaakt door het stadsbestuur en het agentschap Wegen en Verkeer. Morgen worden de Tongenaren ingelicht op een infoavond. Het project moet in het beste geval in 2023 gerealiseerd zijn. Deze bekende kronkel onder het station van Tongeren verdwijnt voor het autoverkeer. Van de Maastrichter Steenweg zal je dus niet langer naar de Wallen rijden, maar er komt er een afslag eerder richting Overhaam. Het is de opmerkelijkste aanpassing in het nieuwe mobiliteitsplan. Dit is onze spoorweg, het bestaande spoorweg onder doorgang in de Jamineestraat naar de Maastrichter Steenweg. En deze zal naar de toekomst toe enkel nog dienen voor fietsers en voetgangers. En er zal een nieuwe gecreëerd worden hier 300 meter verder. Tongeren is al langer vragende partij om vooral het vrachtverkeer weg te houden van de Wallen en het station. Dat is nefast voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De Limburgse mobiliteitsminister, Lydia Peters, legt nu via Wegen en Verkeer geld op tafel. Eindelijk kan de spade in de grond. Ja, de ultieme doelstelling is om het doorgaand en het zwaar verkeer uit het centrum van Tongeren, van de kleine ring, van de Wallen af te houden. En daarom plannen wij verschillende omleidingswegen. Dat het om omleidingswegen gaat, beperkt de hinder voor het verkeer. Als alles achter de rug is, wordt Tongeren een gewone fietsstad. Heel belangrijk ook, de Kevi blijft buiten schot. Is voor ons heel belangrijk, ons natuurgebied, de Kevi. En er was een bepaald tracé voorzien, een tweetal jaar geleden naast de Kevi door. Een tweetal jaar geleden is dan gebleken dat dat toch niet opportun was en is AWV eigenlijk opnieuw aan de slag gegaan om een alternatief tracé uit te werken, zodat de Kevi helemaal gevrijwaard blijft, maar dat we toch een oplossing kunnen bieden voor dat doorgaand en voor dat zware verkeer. En de Zuidoostelijke Omleidingsweg zal er dus nog komen, maar weliswaar een ander tracé dan waar men historisch altijd over gesproken heeft. Morgenavond volgt een infovergadering over het mobiliteitsplan in administratief centrum Pretorium.